Er is thans een app over het constitutioneel hof dat viraal gaat. En er is een constructie aangegeven dat wanneer het constitutioneel hof komt, wanneer dat bij wet is aangenomen bij de Nationale Assemblée, de president en vicepresident heel wat constructies zullen toepassen. Want u weet het, het gaat allemaal hier om het 8 december strafproces. Vandaar het constitutioneel hof wordt in de app aangegeven. We spraken hierover met parlementariër Krishna Mathura van de VHP en vroegen aan haar of deze constructies welke worden aangegeven mogelijk is. U hoort Krishna Mathura. Er gaat al wat dagen een app rond en de vraag die gesteld wordt, is het een app door iemand gemaakt om gewoon de gemeenschap de angst op de stuipen te jagen? Of kan deze constructie wel mogelijk zijn? En het gaat op het volgende. Constitutioneel Hof, binnenkort een feit. Men verwacht spoedig een vonnis in het 8 december strafproces. Scenario, welke opkomst is? De president treedt af. De vicepresident wordt president. De minister van Defensie wordt de vicepresident. Ex-president krijgt gratie van nieuwe president. En er komt geen verkiezing meer op 25 mei 2020. En dan is er een nood. Laten we alert blijven en nemen jullie deze info serieus. Niet zomaar hebben ze niet goede contacten met Rusland, Venezuela, China, Bolivia. Alleen om Amerika rustig te houden. Wat zegt u hierop? Ik heb die app ook gehad. En ik heb er geen acht op geslagen. Maar het heeft me wel bezig gehouden in de zin van, dit is niet goed voor Suriname. Dit is niet goed voor de ontwikkeling van Suriname. En dit creëert onnodige paniek en onnodige rust in die samenleving. En de enige schuldige die ik heb, is de regering. Want kijk, zij hebben dit, zij stimuleren dit, laat me het zo zeggen. De taak van een regering is juiste voorlichting en goede voorlichting geven. Goed communiceren met het volk. Wanneer formele communicatie uitblijft, gaat informele communicatie toenemen. Een tweede aspect is wanneer het vertrouwen in een regering heel laag is, dan gaan mensen speculeren. Want je vertrouwt die regering niet, want elke keer komt die regering met een andere onmogelijkheid. Deze regering is kampioen met mensen verrassen. Plotseling weet je het vertrouwen opzeggen in de PG, Amnestiewet, wet op de staatsschuld. Allemaal zaken die niet in het belang is van de totale samenleving, maar enkele mensen. Corruptie, praktijken, schandalen op schandalen. Dus ja, die samenleving is eigenlijk zeer ongerust en in paniek. En zit constant te denken, wat gaat nu weer komen? Wat gaat nu weer komen? En dan kan je een paar mensen hebben die iets hebben opgevangen of uit zichzelf iets formuleren. En dan gaan ze sturen, doorsturen. En het is niet goed voor niemand. Het zaait paniek. Het is niet goed voor onze samenleving, voor niemand. Niet voor de regering, niet voor de oppositie, niet voor de coalitie. Maar zeker niet voor de burger. Want we willen rust hebben. We willen vrede hebben. We willen ontwikkeling hebben. We willen vooruitgang. We willen constant zitten en opgeschrikt worden met een of ander verhaal van wat is nu weer opkomst. Maar dit is het. Kijk, een paar dingen die ik ga willen zeggen wat de regering niet zou moeten doen. Plotseling constitutioneel hof 2016. En terwijl we bezig zijn met andere wetten, notariswet, wet op minimumloon, comptabiliteitswet, etc. Zet je het op de agenda. Je hebt met niemand afgestemd. Geen enkele fractieoverleg. Niemand heb je afgestemd, maar je zet het patsboom op de agenda, midden tussen de behandeling van twee wetten. Dit is niet goed. Weet je, dan gaan mensen vragen stellen aan je. Van, wat is de bedoeling van deze wet? Wat heb je nog meer in je? Omdat men je niet vertrouwt, gaat men speculeren. Gaat men zeggen van, wat wil je nu weer? Weet je, dus dat is één. Tweede is, we zijn nu een jaar voor de verkiezingen, 10 maanden voor de verkiezingen. De regering heeft officieel nog niet de datum van de verkiezing vastgesteld. Nou, hoe langer je wacht ermee, hoe meer ruimte je creëert voor speculaties.
alle andere regeringen hadden volgens mij een jaar voor de verkiezingen al een datum vastgesteld. Regering Boutersen, 10 maanden voor de verkiezing. En we weten nog niet op welke dag de verkiezingen plaatsvinden. We moeten plannen, we moeten voorbereiden. Mensen willen geruststelling. Dat is er niet. Dan zoek je, creëer je die speculatie. En ik ga ervan uit dat dit ook vanuit die regering zelf in de ether moet zijn gebracht. Om te kijken hoe de bevolking reageert. Maar dat, ik ken het, want vaak doen leger en politie, het is een strategie. Je creëert iets en dan kijk je hoe die samenleving reageert. Weet je, het is een beproefde strategie. Dus het kan ook zijn dat dit gebracht is door de regering om te kijken van hoe mensen reageren. En ik zeg, we moeten geen paniekvoetbal. Wij volk, weet je, wij hebben, en zeker de oppositie ook, heeft een verantwoordelijkheid. De regering moet doen waarvoor zij verantwoordelijk is. En dat is juiste informatie, tijdige informatie, goede informatie, zodat dit soort dingen voorkomen worden. Ten tweede, geen dingen doen zoals constitutioneel hof, zonder overleg en afstemming. En die eigenlijk speculaties gaan bevorderen. En dat hebben we niet nodig in een crisis. Derde, verkiezing is belangrijk voor mensen. Mensen in de praktijk, als ik op het veld ga, bijna 98% van de mensen die ik spreek, wil niks van de NDP hebben. En mensen, en verkiezing is de enige mogelijkheid om verandering daarin te brengen. Dus mensen kijken, het volk kijkt heel scherp naar de verkiezingen en de datum van de verkiezingen. Omdat die datum nog niet wordt vastgesteld, maken mensen zich zorgen. Maken zich mensen zorgen en dat is ook ruimte voor allerlei speculaties. Maar is een dergelijke constructie mogelijk, welke hier is aangegeven? Nee, het parlement kiest de vicepresident kan waarnemen. Dus hij kan niet president worden, hij kan een waarnemend president worden. De president wordt gekozen in het parlement. Kort voor de verkiezingen. Ik weet niet precies hoor. Ik moet het juridisch allemaal gaan uitzoeken. Het is niet iets wat je zo makkelijk kan beantwoorden. Maar ik denk niet dat het mogelijk is om geen verkiezingen te houden. Ik denk dat we de nationaal, weet je, een democratische regering, die verbindt zich aan verkiezingen. Die gaat niet op een dictatoriale wijze zichzelf in het zadel helpen. Tweede is, internationaal kijkt men ook naar de regering en naar de verrichtingen van de regering. Dus ik denk dat het heel erg belangrijk is. Ik denk niet dat deze constructie mogelijk is en laten we niet speculeren daarover. Ja. En we zien verder, mevrouw Matura, dat waar we ons zeker zorgen om moeten maken is de prijsontwikkelingen in de winkels. Het gaat niet de goede kant op. Terwijl we nu ook vandaag zien dat de centrale bank komt met wat stringente maatregelen richting de overige banken en cambio's om toch die koers omlaag te krijgen. De ontwikkelingen die we nu maken op de prijzenfront, het volk mag zich dagelijks hier ernstig zorgen om. Ik maak me ook heel ernstig zorgen. En ik ben verbaasd eigenlijk dat de governor van de centrale bank in wel ingelichte kringen komt vertellen dat we alleen 600 miljoen monetair hebben gefinancierd. En dan denk ik, hoe hebben we dat nu in dit land? Ten eerste, in 2010 heb je plechtig, heeft de president aan het volk beloofd van ik haal goud vanuit het IMF, hij bedoelt de hoefdraad ermee. En we gaan niet monetair financieren, we hebben geleerd. Dan ontkennen ze dat er monetair gefinancierd is. En dan komen ze weer zeggen van ja, dat ze verkiezingen hebben gewonnen. We hebben monetair gefinancierd. Hier hebben we de minister gevraagd, nee, geen monetaire financiering. Dan komt de governor zeggen, we hebben maar 600 miljoen SRD monetair gefinancierd. Wat is dit? Dit is echt, weet je, het misleiden van het volk. Onjuiste informatie geven, keihard liegen eigenlijk. Dit moeten we niet hebben. En geen wonder, wat wil je als je monetair gaat financieren? Geld in circulatie brengen waarvoor er geen dekking is.
dan is het toch geen wonder dat de koers gaat lopen. Dat is de oorzaak van dat we die koers van 280 naar 820, 25, 840 nu hebben gebracht. Hetzelfde doet de regering weer. Want wil je het probleem oplossen, dan moet je minder uitgeven en meer verdienen. Dat doen ze niet. In plaats dat te doen, drukken ze geld en brengen het in de, of ze lenen. Dat is geen goede oplossing. Dus dit gaat alleen de koers doen toenemen. Koers doen toenemen betekent dat de prijzen in de winkels gaan blijven stijgen. Prijzen in de winkels stijgen betekent dat mensen niet gaan uitkomen met hun geld. Niet gaan uitkomen met hun geld betekent armoede, betekent sociale problemen. Ik denk dat we tot de conclusie kunnen komen dat Paars heeft gefaald. En dat de Surinamer beter af was met Front en met de oude politieke partijen als VHP en andere politieke partijen. En dat Paars Falikant heeft gefaald. En dat ik denk dat mei 2020 een unieke kans is voor het volk om hierin verandering te brengen en massaal te kiezen voor mijn partij, de VHP, die wel in staat is om ontwikkeling te brengen en wel in staat is de neergang in het land stop te zetten en te beginnen te weer te groeien. Dus u gelooft niet dat in de komende maanden er dusdanig beleid ontwikkeld kan worden, welke kan zorgen voor economische opleving en een daling van met name onze koersen? Nee. Dat vertrouwen heb ik niet. En bovendien heeft de president laten zien dat ze constant slechte keuzes maken. En alle adviezen van VES, van alle maatschappelijke organisaties, belangrijke maatschappelijke organisaties, hebben ze naast zich neergelegd. Dus één, het is hoogmoed, arrogantie. Ze zijn niet bereid samen te werken. En ze hebben de kennis en de kunde niet ook om economisch goed beleid te voeren. Dat is niet alleen dit keer, maar elke keer dat NDP of Boutersen aan de macht was, 80-87, in de periode van Weidenbos, hebben we ook gezien en nu weer. Elke keer hebben we gehad hele hoge schulden, hele hoge koersen, heel hoge inflatie, verarming, destructie, etcetera, etcetera. Het enige waarin ze goed zijn, is een paar bruggen bouwen, aantal wegen maken. Niet eens zoals Front heeft gemaakt hoor. Maar die dingen staan er, die dingen moeten er. Gelukkig dat we die dingen kunnen zien. Aan die dingen kunnen zien, tenminste daar is het geld gaan gaan. En dat hebben we nodig, dat is goed. Alle andere dingen, daar kunnen ze, weten ze geen raad mee.